Toen zei hij, nou, misschien is het cool als je elke woensdagavond bij me komt jammen. Want wanneer, hoe oud was je toen je eerste gitaar kreeg of had in huis? Hij stond al even in huis vanwege mijn zus, maar voor het eerst dat ik er echt iets mee deed was toen ik 11 was. En waar begon je toen mee? Kun je dat nog eens? Toen begon ik volgens mij met een akkoordenschema in D, alleen op twee snaren gespeeld. Dus de overige vier wist ik nog geen raad mee. Dus ik heb alles echt, ja, ik heb heel lang gewoon echt zo'n, ik weet nog eens meer wat het was, maar een dingetje gespeeld wat heel leuk klonk. En vervolgens heel snel eigenlijk al overgestapt van cd's opzetten en daarna luisteren. Dus. Maar wel les gehad ook tegelijkertijd? Min of meer. Ik had eigenlijk het hele fijne toeval dat het moment dat ik een gitaar oppakte, wij nieuwe buren kregen. Mm-hmm. En de buurman daarvan, van het stel, dat was een onwijs gave gitarist, een onwijs goede gitarist. Wist niet hoe die noten moest lezen en wist niet wat de theorie achter het hele gedoe was. Maar hij kon heel vet spelen. En hij kwam een keer zo, weet je wel, gewoon langs van, wij zijn nieuwe buren. En hij zag de gitaar staan en hij zei, wie speelt er? En ik zei, nou, ik speel een dag. En toen zei hij, misschien is het cool als je elke woensdagavond bij me komt jammen. Weet je wel? En zo ben ik eigenlijk gewoon, zoals iemand normaal gesproken een cd opzet en dan gaat luisteren en rewinden en terugspelen, zo had ik hem. Weet je wel? Hij zat tegenover me en hij was gewoon aan het jammen op een loop ergens van. En hij zei, ja, kijk maar hoe ver je komt. En dat heb ik gewoon een tijdje gedaan. En dat is mijn enige soort van les geweest die ik heb gehad. Want na een tijdje, toen hield dat op, gewoon, weet je wel, wegens omstandigheden. En toen ben ik gewoon overgegaan naar cd's luisteren. Maar hoe ver heeft hij jou meegesleept? Ik denk dat zeker wel een jaar of 2,5, 3. Dat hij echt gewoon volop aanwezig was bij het hele proces. En dat ik ook nog steeds wat van hem leerde, want dat was natuurlijk het ding. Ik leerde tot een bepaald punt heel veel van hem, maar je komt op een gegeven moment in herhalingen en dan merk je van, ja, het is cool, maar ik moet nu verder dan mijn buurman. Om het maar even zo te omschrijven. Oké. Dus. Heb je dat zelf toen aangegeven? Nou, dat heeft een beetje zijn natuurlijke beloop genomen, weet je wel, op een gegeven moment. Eigenlijk was het eerder hij die, want ik ben altijd heel erg bescheiden geweest en altijd heel erg zo van, ik ga geen dingen zeggen die mensen schaden. Dus je gaat niet zeggen, hé, ik weet meer dan jou, dus doei. Hij was meer van, Stefan, volgens mij ben je me voorbij gegroeid. Misschien kan je beter eens een cd van die en die opzetten en ga daar maar naar luisteren. Dus toen was het nog wel voor de leuk af en toe spelen, maar het was al lang niet meer zo leerzaam als dat het was. Wat kun je nog in, als je dat nu achteraf kan zeggen, zijn er nog dingen die hij jou toen leerde die nu nog steeds van waarde zijn voor jou? Absoluut. Mijn hele speelstijl op gitaar is heel erg door hem beïnvloed en heeft altijd stand gehouden of zo. Dus het is gewoon mijn manier van spelen en mijn manier van luisteren is heel erg vanuit hem gekomen. Juist omdat hij geen noten kon lezen, omdat hij nul theorie wist. Ik heb dat dan wel op een gegeven moment moeten leren, deels. Maar ik ben wel dus zo gaan luisteren. Dus ik ben wel alles heel erg op de tast gaan doen. En zo van, oké, voelt het goed, dan is het goed. Ik ben het nooit om gaan draaien van, oké, het moet theoretisch goed zijn en dan pas ga ik het voelen. Dus dat aspect of zo, dat heb ik altijd wel heel erg gevoeld en meegenomen in mijn hele doen tot aan nu. En dat zal ik denk ik dan altijd blijven doen. Want nog even laatste vraag, wat speelde je? Kun je nog iets herinneren wat voor dingen jullie speelden? Een bepaald repertoire doorgewerkt? Of? Nee, het was gewoon dat hij was altijd met heel veel dingen bezig. Dus ook met, hij was heel erg in de studio techniek bezig, dus monitoren, mixers en zo. Dus hij had gewoon een track ingespeeld, hij had ook zijn elektronisch drumstel thuis. En dat was gewoon een bepaalde akkoordenprogressie en die zette hij dan op loop en zo gingen we door. En op een gegeven moment dan zei hij, ja, wat vind jij cool? En dan was het gewoon meer stijlen, weet je wel. Of het was meer rockgent of het was meer funkgent. En zo zijn we dat een beetje doorlopen. Of soms kom ik met shit aan, dat wat ik hoorde op een album. Dat ik zei, hey, weet je, dat moet spelen. En meestal wist hij dat wel. Dus.